Tussen Woerden en Breukelen rijden sinds dinsdagochtend geen treinen. Door een defect aan de stroomafnemer staat een trein stil bij Harmelen. Over een traject van onbekende lengte is de bovenleiding beschadigd. Enkele passagiers hebben middels de trein verlaten. ProRail en NS werken hard om het verkeer weer gaande te krijgen.